Op dit moment is hier in de wijk duikt de bruine rat op. En vandaar ben ik een actie gestart, een waarschuwingsalert, om de mensen er bewust van te maken wat een bruine rat kan aanrichten. In de tuin vond ik de uitwerpselen van rattenkeutels onder mijn houten vlonden. En in eerste instantie naast mijn houten vlonden, wat mij dus de reden heeft gegeven van mijn vlonden los te gaan schroeven en eronder te gaan kijken wel wat eronder lag. En dan bleek dat daar dus een hele voorraad voedsel, hebben ze dus, laten we zeggen, voor zichzelf daaronder gesleept, waaronder dus eigenlijk twee grote botten van honden. Ik heb pamfletten uitgedraaid en die heb ik dus hier op de bomen gehangen. En met de mededeling van of mensen er bewust van willen zijn geen afval te dumpen. Dat staat dus ook allemaal, heb ik dat in een korte handleiding gegeven in een pamflet. Hebben ze overal die brieven? Ja, 177 kopieën heb ik deur aan deur, heb ik die dus, laten we zeggen, samen met mijn buurvrouw hebben die verspreid. Om de mensen, laat maar zeggen, de eerste handleiding te geven. Wat ze kunnen doen. Je moet je riool, kijk in je kruipruimte. Of er geen water in je kruipruimte staat. Want er kan er iets met je riool zijn. Ja, ik adviseer als je iets ontdekt, Twente Milieu bellen. En ja. die maken een afspraak met je. Die komen langs en die komen je helpen en allerhande tips te geven wil om het te bestrijden.